brengt de bezoekers wel op 0-1. De lange bal van Henny Schilder na iets meer dan een half uur spelen komt terecht bij Muren en hij vindt Jack Tuyt. Zo maakt hij zijn 7e van het seizoen en brengt de ruststand op 0-2. Ja, daar de ruimte. Nick Tol zoeken naar Kruis die in één keer uit had. Tuyt, dan is het altijd gevaarlijk en raak. Ha! En het is zo makkelijk hoe het eruit ziet bij hem, hè. Hey, een voetbal. Vlaarik die is op doel. Schiet. Nou, wat een ruimte bij Tuyt. Wat verschrikkelijk slecht verdedigd van Rekers. En wordt het afgestraft? Nee. Tegen de paal en dan wel 4-1. Dank u wel. Tuyt. Goed. Kruis. Terug naar Tuyt voor nummer 3. Tuyt, nummer 3. 5-1. Weer Jack Tuyt. Kan je ze eigenlijk niet krijgen. Doet Volendam nog wat? Ja, via wie? Natuurlijk, Jack Tuyt. Hij scoorde zijn laatste op 9 december. Nieuw Volendam in de aanval. Het steekballetje is goed. Daar is Jack Tuyt. Wordt dit zijn 20ste van het seizoen? Ja, het wordt zijn 20ste van het seizoen. En daarmee 2-1 ook voor Volendam. Door Sven van de Jeugd, maar dan gaat Fortuna achterin ernstig in de fout. Ondervlag tegen Tuyt, die opgaat voor nummer 101 en die heel makkelijk verzilvert. 2-2 dan aan de dijk. Twee ploegen die allebei... Last van zijn dies. Helmond Sport mist onder meer Sequeira. Kreeg 5 duels schorsing na zijn elleboog tegen Willem II. Dit is 7 minuten na de 1-0 al de 2-0. Wie anders dan Jack Tuyt is er verantwoordelijk voor. Een lekkere marge natuurlijk. Mooi uitgespeeld, scherp gestaan, prachtige goal. Over Helmond Sport is dus dan terug in de wedstrijd en dan moet het nog rust worden. Dit is vlak na rust. Volendam toch weer. En kijk eens hoe ze het dan leuk openspelen voor Jack Tuyt. 48 minuten gespeeld. Aanval van de ploeg van Gert Kruis. Tuyt krijgt hem wat gelukkig mee, maar passeert wel Bizot. En dan is het alweer gelijk na 10 minuten. Die strijd om de tweede periode. En die winst die komt er ook. 92e minuut. Een aanval over de rechterkant. En het is de topscorer in de Jupiler League. Jack Tuyt die het duel beslist. Alsnog 3 punten voor Volendam. Na 2 nederlagen op rij mag Sparta niet verliezen bij Volendam. Om te voorkomen dat ze verder achterop raken bij Zwolle. Maar dit is Volendam. En dit is Jack Tuyt. Het is de 4e minuut. Prachtige goal van de thuisploeg. De bal valt er overheen bij Veldmaten en Tuyt doet het heel beheerst en met veel gevoel. Ruststand 0-0, dan de tweede helft. Muren met de assist en Tuyt met zijn 13e competitietreffer zet hij Volendam op een 1-0 voorsprong. Dus beslist. En het wordt uiteindelijk 4-1. Gerry Koning kijkt en ziet Jack Tuyt helemaal vrij staan. En hij met zijn tweede van de middag bepaalt de eindstand op 4-1. Lindenberg uit de hoekschop. Kruis. Kruis komt de bal voor de goal. En het is zomaar gelijk, zeg. 1-1.